Het is vandaag 15 oktober 2018. Het is nu net 11:05 geweest. Ik moet me nog even fortuneren. Ik moet mijn horloge nog even omdoen. En deze camera nog even aan het opladen. Maar dan moeten we zo meteen ook weer mee hebben. Want we moeten ook weer wat dingen ruilen. Want die buikband die ik had, die is voor straks te groot. Dus ja, dat gaan we allemaal doen. En eerst gaan we naar school. En ik heb hierna nog 2 dagen. En dan verloopt er even niet. Een beetje raar. Het is net of ik afscheid neem. Doe ik eigenlijk ook wel een beetje. Heel veel kijkplezier gewenst. Daar zijn we inderdaad achter gekomen. Waar ik al, nou ja, dat wist ik al wel. Maar daar zijn we gisteravond vannacht unaniem over eens geworden. Ja, toch? Ja. Ja, dus we gaan die vandaag even ruilen voor een maatje. Kleiner, 1 of 2. Moeten we even kijken. Ja, goedemorgen. Meisje gaat zo weg naar de zaak. Ik kom niet al te snel erachteraan. Ik moet even een paar dingen doen. En de hondjes staan al buiten. Dus is leuk. Te wachten, hè meisjes? Die staan hier op mama te wachten, hè? Even kijken dan. Even kijken. Daar is ze dan. Nee, ouder. Zwarte. Ga kijken dan. Dat is allemaal te zien. Grasmaaien. Leuk. Precies de achter die stoel gaan staan. Hm? Wie is dat dan? Eens kijken. Eens kijken dan. Nee? Wie is daar? Die komt daar. Ik ben even bij gaan liggen. Hm? Wie komt daar dan? Wie komt daar dan? Hè? Eens kijken dan. Kom maar kijken. Kom kijken. Kom kijken. Kom kijken. Wie komt daar dan? Eens kijken dan. Eens kijken. Hé. Hé, daar ben je. Ja. Hoi. Hé, daar ben je al. Wie zou daar dan? Je belt al. Je mist me nu al. Ja. Hé, ik zet je even op spiekert. Kun je gewoon lekker met je meeluisteren. Ja, is goed. Springen. Je gaat er vandoor. Ja. Doei. 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 Ah, ik mis je al, maar ik heb je verlaten. Je bent nu verlaten? Alweer? Ja. Nou, de auto ligt er lekker bij, dus dat scheelt weer. Oh, dat is mooi. Een kleine zit je te zoeken, waar ben je nou? Kleine? Ja, maar daar moet je dus niet... Kijk, dat is dus eigenlijk fout wat je doet. Laat haar doen. Ja, want als je haar dus juist de verkeerde aandacht geeft, dan krijgen ze dus dat gepiep continu. Negeren die handel. Ja, ze is dat binnen. Is dus wat jij moet gaan leren, hè? Ze is gewoon binnen en ze luistert niet naar mij. Nee, nou hè, dus? Ze hoort me niet eens. Ze hoort jou niet eens. Dat is mooi. Dat scheelt ook weer. Die grote ligt er lekker bij, met de kop half door de spijlen heen. Ligt dat lekker dan? Nou, blijkbaar wel. Wel grappig. Zo, nou wij zijn dus eventjes bij de thuiszorgwinkel geweest. Ja. Yep. We hadden dus een maatje 5, maar die is toch sowieso te groot. Dus we hebben nou een maatje 4. Yep, een maatje 4, die staat aan de onderkant. Kijk, wanneer zeggen? Een maatje 4 hebben we nu. Dus ja, dan hoop ik dat dat wel past naar de operatie. Want die andere was heel te groot. Nou gaan we naar onze vriendjes Jumbo, toch? Ja. Mooi. En hoe voel jij je nu? Beter als vorige week, hè? Ja, klopt. Dat is mooi. Ik had wel een beetje hoesten, maar het gaat goed. Mooi. Wij hebben dus die buikband gekocht. Ja, en die gaat de Roos dus nu eigenlijk even demonstreren op een afstandje hoe die om moet. Dus ga je ook zo'n operatie, dan weet je gelijk hoe die om moet. Ook altijd handig. Zo. Ja, je kan hem zo doen. Even kijken. Waar die dingetjes zitten. Ja, die zit goed. Je kan hem dus zo doen inderdaad. moet eventjes... Die, wow, zo. Hoe zit dat? Zo, die zit wel even een heel stuk beter. Heel gek. Oh, dat is helemaal niks. Kijk, je ziet in één keer helemaal niets meer. Even kijken, want ik kon nooit dit doen, zeg maar. En nu kan ik dit doen. Om daarheen. En dan ruimt alles voorop. Kan niet. Ik kan tot hier komen, zo'n beetje. Dat is grappig. Maar jij vindt het lekker zitten? Ja. Ja. Hij had een heel mooi iets. Maar dat is kapot gegaan. Dus ik ben zo lief om iets te bestellen. Bij onze bol.commertje. Bij onze bol.commertje. Ja. Dan mag hij nu gaan uitpakken. Schat, ik heb een pakketje voor jou. En daar staat wel mijn naam op, maar dat maakt het niet uit. Alsjeblieft. Oké, even kijken. Wat erin zit. Dat is een hele handige. Gewoon hier al openmaken, schat. We gaan er niet scheuren van heel snel, gewoon. Hier, juist. Ja? Dat maakt niet heel veel uit. Juist. Ja, je krijgt het voor elkaar. Ja. Nee, dat is dat. Nee, dat nee, schat. Dat en dat hoort zo. Kijk. Als je hem hier al openmaakt, kijk. Ja, nou dat kan hier al in. Ja, dankjewel. Ski mee. De wat? Ski mee. Oeh. Nou, pak even een stoel en laat het zien. Wat je aanstaande vrouw heeft gekocht voor je. Het is een beetje groenig. Even steviger. Even kijken. Je moet hem even kijken. Er is iemand heel erg nieuwsgierig, zeg maar. Zit wel lekker. Hm? Oeh, dit is heel spannend. Even het licht uit doen eigenlijk. Ja, dat is prima. Dat de kijkers thuis ook kunnen zien. Ja, het wordt verlicht. Dat is nice. Dan kun je ook nog eens een keertje in het donker nog kijken en naar je tijd. Precies. Even kijken. Ben je er blij mee? Ja, het ziet er mooi uit. Even knippen. Het is nu? 15-10-2018, het is nu 9:22. 19 uur, in plaats 9 uur, ja ja. Nee, 19? 19 uur. Toen maar alvast 23. Je begint steeds 1 en 2 te doen. Nee, pieper, pieper, piep, piep, piep. Hoe krijg je dat? Nee. Oké. Okay. Klaar. Oh. Nou, dan laten we hem eventjes lekker met rust. Dan kan hij eventjes kijken. Even weten hoe je 24 rust. Nou, wij hebben gekozen voor lekker makkelijk te eten. En dat gaan we ook lekker doen. We gaan ook lekker makkelijk eten. Kijk schat, deze bak. Deze bakken kunnen daarin. Ja. En dan gaat deze bak hierop onder. En dan kan die daar naartoe. Ja. Kijk eens. Oeh, ja. Neem hem mee. Ja, dat maakt niet heel veel uit. Oh ja, dat maakt wel uit. Hier net andersom. Ja, grote jongen. Braaf, keurig. Duimpje omhoog voor Roderick. En deze is niet helemaal schoon. Deze zo. Zo. Ja, die moet erin. Dat pakje. Oh nee, hier zit fout. Hier zit fout. Lekker om te prutsen. En dan gaat deze gewoon de was in, want deze ligt hier al een tijd. Die gaat daar naartoe. En dan die nog even opruimelen. Kijken of het past. Ja, dat past, dat is mooi. Mooi, en dan dat even nog even opbergen. Even schoon doekje er zo overheen. En dan is het ready to go. Nee, die heb ik eigenlijk liever altijd in die la. Ja. Gewoon in de... Juist. Ja, maar dan heb ik daar ook nog een trucje voor. Deze haal ik dus naar voren en dan doe ik het zo. Geeft niet, kon je ook niet weten. Kijk, en dat is dus de fout die iedereen maakt. Alles maar daarin knallen, echt. Echt alles maar daarin. Kijk. Nou, ik moet het toch even van de week even goed doen. Dit zijn namelijk kwasten, die hebben hier niks te zoeken. Oké, ik ga nou niets heel leuk doen, lief doen. Maar ik ga het wel even doen, want dan is het wel gelijk gedaan. Weer even een doekje pakken. Even een beetje nat maken. Doe eventjes met lauw, schat. Juist, hè. Knijp jij zo uit? Knijp jij zo uit? Hè? Huh? Oké. Heel gek. Eventjes dit even schoonmaken als je wil. Dankjewel. Oké, die even gelijk geven aan de hondjes. Leid, kom. Leid. Koek, lekkers, kom. Daar. Hier. Ze moet eerst zitten voor... Ze zat net. Oh, kijk. Kijk eens wat ik doe, schat. Dat maakt me niet uit. Kijk hoe ik het doe. Kijk eens hier, dames. Nee. Eerst zij. Moet zij op wachten. Want omdat ze nog te snel is, rustig geven. Oké, wat ik dus al zei, ik ga even gemeen doen, maar ik doe het wel. Vind ik leuk. Nog wat gedaan voordat ik op de OK leg. Stel. Ik kom te overlijden en dan is het hier hoe. Netjes als je weer terugkomt. Hè? Is het netjes als je weer terugkomt? Ja, ergens. In mijn andere leven. Kom je terug om de zaak te hond en het netjes te maken? Ja, zo ongeveer wel, ja. Kun je het ding eruit halen? Oh ja hoor, dat kan. Ik zit wat onder ook. Ja, weet ik. Mark die komt toch morgen om hier... Zo. Wat is... af te vragen of dit niet ergens anders moet. Nee, want ik, en ik had vroeger ook nog een andere messenblok, maar die is gejat. Ja. Oké, dat is één. Brokmes. Nee. Dat is mijn kaasmes. Dat is leuk. Mooi. 2 lepeltjes daar. Het zijn namelijk helemaal opscheppertjes ook. Opschepper? In principe, dit heb ik nog wel eens hier, ja. In de grote, maar dat heb ik eigenlijk allemaal aan die kant. Oké. Wat ik ook nog wel eens doe is kijken hoeveel lepels, et cetera, of kleinere lepels doe ik dan wel eens weer vaak bovenop. Ik kan ook weer net als met vorken. Nee joh, ik heb niet zo heel veel hoor, vorken. Nee, valt reuze mee. Hoeveel vorken heb je eigenlijk? Genoeg. Nu in je hand? Weet ik niet. Maar ik heb ook 1, 2, 3, 4, 5 andere verschillende vorken. Ik zou zeggen, als je dat toch 5, 6 verschillende vorken. Het is allemaal bijna hetzelfde, 6, 7 verschillende vorken. 8 verschillende vorken. Wat ik ook nog wel eens doe, dat is, hoe heet dat? Dat is dus, als ik me eens echt een keertje verveel, dat is alles weer lekker afwassen. En dan allemaal, kijk hier naar een hele stapel, dat toch niet goed blijft liggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschillende vorken. En dit zijn eigenlijk kleine vorkjes. Als ik dus niet met deze vorken wil eten, dan zijn dit eigenlijk mijn twee kleinste vorkjes. Waar ik dan mee wil eten. Medium vorkjes, zeg maar. Yep. Mussen. En dat pluk dan in principe allemaal weer naar één kant toe. Het zo, dan maakt het niet heel veel uit. En dit is ook een andere mes die eigenlijk niet doet. Ja. Het zijn nog andere lepeltjes. Lepeltjes? Hey, een hele leuke gekromde lepel. Dus als je deze nog wil hebben, even ophalen. Je weet waar ik woon.nl. Wat is het voor lepel? Dat is helemaal gekromd, of je hoort dat zo? Die hoort zo, maar die is ook niet van mij. Ja. Dat is van een of andere meloot of zo, want ja, nou ja, meloot. Hè? Hij weet dat hij hier ligt, dus als je wil hebben, haal hem even op. En want ik stuur niks op. Nee, ik stuur helemaal niks op, ik niet. Dan zijn die ook zo wel gaar. Nee, die heb ik altijd bij de vorkjes. Oké, dat is handig. Dan heb ik dit ook altijd erbij, want dit is gewoon even nog kast. Even van de kast. Dus, en die heb ik ook altijd weer bij, waarom weet ik niet meer. Okay. Het gordijn, toch? Huh? Het gordijn, toch? Nee. Rails dan. Gordijnrails, noem je dat. Iets met gordijnen. Wordt toch morgen hier ergens opzogen, nou dan is het lekker hier schoon. Heel fijn. Of zij dat niet meer te doen? Maar ik heb wat voor jou schoongemaakt, wat dan? Nou dat. Oh, nou dankjewel, ja graag gedaan. En die messen heb je ook uit die manier liggen? Okay. Ja, eigenlijk altijd die kant op. Geporde en echt. Ja. Pak ik alles wel zo het half niet mee. Zo. Maar vind je dat praktisch om het zo neer te leggen? Of is dat... Hoe bedoel je dit? Ja, van oké, sommige mensen leggen de messen in het midden. Van, ik heb een mes en vork nodig. Pak. En nu zitten er lepels tussen. Ja, dat vind ik gewoon fijner. Oké. Op deze manier. Stel je eet vaak spaghetti. Dan heb je geen messen nodig, maar een lepel en een vork. Nee. Doe ik altijd een vork. Ik eet eigenlijk alleen maar met de vork en met deze, dus ik pak die eigenlijk nooit. Het is die en dan die, of met dit. Ik eet, omdat ik dus die maagverkleining heb, vind ik dat gewoon fijner om met iets kleins. Ja, prima. Want dan beperk ik mij ook met kleine hapjes in plaats met grote happen. Ja. Grote vork, grote happen. Kleine vork is kleine hapjes. Dat wil ik jou ook in principe rustig aan aanleren. Omdat jij ook bent gewend om te schokken eigenlijk. Ja, het is schokken. Het is schokken. Nou ja, ik ben dus even de was aan het opvouwen. Moet ook gebeuren. En Rode heeft eventjes mijn moeder aan de telefoon. Gezellig. Even treinkaartjes kopen voordat ze ook naar mij even toe kan. Hit. Nou, nog één ding weten, maar dat kan je me 1,5 uur. Ja. De reis duurt ongeveer 2 uur, ietsje meer misschien. Ja. En dan bent u rond 1 uur op Den Haag Centraal. Ja. En rond 1 uur ben ik ook klaar op school. Okay. Dus dan hoeft u niet zo lang te wachten. Okay. Dat scheelt weer, toch? En als u 1,5 uur later wil vertrekken, mag dat ook. Okay. 11:30 of 11:32 of iets dergelijks. Oké. Dan zal ik bij de piano proberen dan op te staan. Oké, dat is goed. Ja, dan staan ik wel waar die piano is. Nou, dat is gewoon gelijk en recht voor uw neus straks misschien en zo alweer. Ik denk dat die vlak voor uw neus staat, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dat valt altijd even uit te zoeken. Stel, als mama een tijd heeft, dan kun je altijd kijken van hoe en wat. Ja. Ja, dat ook. Nou, oké. Dus ik ga nu weer uit uw computer. Ja, eerst bedankt. Oké, graag gedaan. Oké, veel plezier met alles kijken waar zijn. Goede tijden gaan we kijken. Hele goede tijden. Maar ze zijn niet zo goed, geloof ik. Nee. Wat spannend. Nee. Nee, er gaan hele andere dingen met Nina gebeuren, maar ik weet niet wat. Heel ingewikkeld wordt het nu. Oké, ja, want we weten nog dat we ja. Ja, maar we gaan niks zeggen wat er gebeurt, want wij kijken vooruit. Ja. Oké, ja, jij moet straks verder dan ik. Ja. Haha, juist. Oké, lieverd. Oké. Doei. Doei. Keukenspullen. Zo, keukenspullen. Yep. Dan gaan jullie vallen, heb ik geen zin in. Ja. Wat valt daar? Dat gooi je ook. Oh, dat ding. Je neusspray. Ja, mijn neusspray. Hartstikke leuk. Zo. Zo, kijk uit, want hij staat nou niet heel voorrecht. Dus even kijken hoe je dit hebt gedaan. Niet goed. Jawel. Toch? Heel goed zelfs. Ja, ik heb hier nog een half fabrikaat van je. Nou. Dat mag wel even liever hoor. Je pleurt hem zo neer. Ja, dat is handig. Nee, dat is niet handig niet. Ja, is goed. Is goed joh. Alle verschillende soorten, dus hand. Ja, dat is leuk. Nu nou een voorbeeld aan mij. Want? Ik heb allemaal dezelfde sokken, dat hoef je nooit te zoeken. Hier. 1, 2, 3. Ja, nou en dus? 4, 5. 5 verschillende sokken. Ja, dus? Hier, meteen één heel goed paar. Meteen ja, klaar. Dus en? Veel simpeler. Ja, misschien voor jou, Ro. Voor mij lekker niet. Okay. Alsjeblieft. 6 verschillende soorten sokken. Kijk, alsjeblieft, sokken. Het is niet dezelfde kleur. Dat maakt niet uit. Je hebt in de kast nog zo'n paar, scheelt niet. Ja, precies. Die zijn ook niet even lang. Nee, nou en. Okay. Weet je wat je dan doet? Daar gewoon erbij. Okay. Kijk, ik heb hier alweer sokken voor je. Ik zie een paar bijna gelijkende sokken. Ja, de was is opgevouwen. Zit hier al in. Dit is voor de keuken. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nog leuk? Doe het duimpje lekker omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. Dank jullie wel. En tot morgen. Doei.